I got a feeling called the blues, oh lord, since my baby said goodbye. Het is 7 april, ik sta een beetje lekker te strijken en Hank Williams te zingen en dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi! Ik ben Gijs Hovers en ik wil je meenemen in de wereld die autisme heet. Of misschien wel gewoon in het leven. Ik wil je bedanken voor de afgelopen dagen. Het was echt hardcore autisme week. Maar daar hebben heel veel mensen reacties gegeven en een hele hoop dingen gedeeld. Ik vond het tof om te zien dat hij op Facebook echt allerlei mensen duimpjes omhoog deden en hartjes en allerlei dingen. Dat is cool om te zien. Ik vond het leuk dat er op YouTube een video van Matthijs kwam. Matthijs, wel erg tof. Je gaf reactie op mij op een station. Door de drukte heb ik nog niet echt een passende reactie op de video. Maar ik vind het mooi dat je met me meedenkt. Dus ik kom daarop terug. Ik ben ook benieuwd naar de video van Patrick. Die ook nog iets gaat sturen. En gisteren werd mij in de reacties op YouTube gevraagd om een Hank Williams cover. Nou, die zit er even niet in. Maar vandaar wel een stukje Hank Williams in de opening van deze vlog. En het sluit naar mijn idee, even kijken, ook wel erg mooi aan bij het thema van vandaag. Dus niet zozeer de blues eigenlijk, maar wel the feeling called the blues. Jezelf niet helemaal lekker voelen. Jezelf blauw voelen. Oh, dat is misschien leuk bij de autisme week. Grappig. Nee, maar ik heb tegen jullie gezegd dat ik eerlijk zou gaan zijn in deze vlogs. En ja, dat ga ik ook doen. Ik heb deze week ook al geoefend tijdens de 5 lezingen die ik ga geven. Ik wil iets met jullie delen. Het is namelijk zo dat ik net thuis ben van 3 weken opname op een crisisafdeling. Ja, niet tof. Ik kan het niet anders zeggen op een andere manier dan dat. Vader worden, een scheiding, weer alleen gaan wonen. Een hoop politiek gelul en illusies in projecten. Maar ondertussen wel keihard werken om 2 huizen te betalen. En daardoor eigenlijk niet meer super vaak goed doen waar ik eigenlijk goed in ben. En ondertussen helemaal niet goed voor mezelf zorgen. En ook nog een eigenwijs zijn. Ja, Kate Gijs. En ja, en dan de laatste trap eigenlijk. Mijn relatie die uitraakte. En terwijl ik me juist aan het focussen was op allerlei mooie en positieve dingen. Maar dan blijkt toch eigenlijk dat ik fikse burn-out heb. Bij vlagen depressief ben. Dus ja, dat is het. Dat wilde ik eigenlijk even vertellen. Het lijkt dan, oké, dat is eigenlijk heel makkelijk, Gijs. Maar ja, ik ga dingen dus anders doen. En ik moet dingen eigenlijk ook anders doen. Ik weet alleen vaak nog niet hoe. En, maar I trust the process. Maar wat ik wel weet, en dat wil ik wel even met jullie delen. Ik ben niet gek en ik laat me niet gek maken. En ik weet ook dat het autisme verschilt per levensfase. Ik zie heel erg dat ik dan... En daar ben ik ook best bang voor eigenlijk, dat ik hier dan op beoordeeld word van, oh, die Gijs is opgenomen, ja, en die moeten we maar niet meer hebben als coach zijn, of die moeten we maar niet meer boeken voor een lezing. Nee, het autisme verschilt per levensfase. En ik heb best wel een aantal dingen op mijn bordje, ik sta nu te zwaaien met die strijkijzer, ik heb best wel een aantal dingen op mijn bordje gehad die best pittig waren. Ik denk, of jij nu een kijker bent met autisme of zonder autisme, ja, je zou het ook gewoon niet tof vinden. Wat wel een teleurstelling voor mij is, ik heb echt heel lang, denk ik wel 5 jaar, 6 jaar lang, gevochten voor levensloopbegeleiding. Om dat op de kaart te krijgen binnen projecten als Kennisnetwerk Autisme Overijssel, binnen projecten als Vanuit Autisme Bekeken. En het doet mij best wel pijn, eigenlijk. Daar heb ik eerder over een column ook eens ingeschreven. Dat er eigenlijk nog niet is. Weet je, ik wil gewoon een anekdote vertellen. Dat is echt, ik vind het best grappig eigenlijk. Hoewel ik op dat moment vet boos was. Ik ging met ontslaggesprek, zoals dat heet, op een crisisafdeling. En ik had eigenlijk een onbekende psychiater die mij even een handje kwam geven. Want die had mij nog nooit gezien. Mijn andere psychiater had vrij. En de psychiater zei tegen mij,
toen hij mijn hand gaf en zei, weet je wat voor jongens zoals jij, wat nou eigenlijk goed zou zijn? Levensloopbegeleiding, heb ik wel eens over gehoord. Daar geloof ik die man bijna over het balkon heb getikt, stond op dat moment buiten. Ik denk, gast, je zou eens moeten weten. Maar ik denk, er is nog heel veel werk aan de winkel. Laat ik het weer positief omkeren. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel om dat gedaan te krijgen. Dat er levensloopbegeleiding komt die flexibel is en aansluit per levensfase. Daar heeft de Gezondheidsraad in zijn rapport heel veel over geschreven. Goed, daar kom ik nog wel eens een keer op terug. Wat er dan is, misschien weet je dat wel. Vanuit het is bekeken heeft overigens daar echt een heel leuk en goed rapport over geschreven. Wat ik nu aan je zou willen vragen is... Hey, je hebt dit gehoord. Ik heb je dit verteld. Mocht je daar nou vragen over hebben, vraag het mij gewoon in de comments op Facebook of op YouTube. Wat ik heb gemerkt, ook als laatste eigenlijk even met je delen, is dat we dan zoiets horen. Ik heb eerder een burn-out gehad. Dat is eigenlijk de derde nu. Dat mensen dan gaan roddelen over je. En dat vind ik echt... best kwalijk. Ik denk, ik stel me kwetsbaar op, vraag het aan mij. En wil je dat nu mijn hele groep vragen, dan ben ik nog steeds te boeken voor een lezing. Want dat vind ik echt helemaal fantastisch om te doen. Dus ik hoop jullie morgen weer te zien. 'Cause I still got the blues for you. Ja, dat dan weer wel.